Ja, als ik hem verschuur zou ik meer geld krijgen, maar ik verschuur liever niet. Hoor. Je bent zelf wielrenner. Dit is een Italiaan, hè? Deze, die is Italiaan. Wat is er waar dan? Deze kroon is volledig opgegeten. Hij is niet groot. Ja, maar dat kroon, hè? Ja. Dat terug te krijgen met zoveel. 150 euro. Ja, dat is die niet meer waard. Nee, gerestaureerd is het tussen de 800 en 1000 waard. Nee, misschien een servizo. Een servizo is meer waard. Een tasolo gaat rond de 400-500 euro. Als je het op een orde is. Maar als je het moet maken, de wielen. En sowieso die wielen moeten daaronder. Ja. Die wielen zien wel beter uit als die. Dan moet je voor het arm. Dat is zo, ja. Nee, ik weet niet, wat is de prijs voor alle twee? Redelijk blijven, want biedingen, daar doe ik niet aan mee. Dat interesseert me niet als die 150 hebben geboden per stuk of iets. Daar kijk ik niet naar. Iedereen kan bieden en niet komen. Ik kan ook 1000 euro geven en niet komen. Nee. Iedereen wil 125 geven, dus daar hou ik aan vast. Die staat voor 100. Samen kun je ze voor 200 hebben. Dan heb je die fiets voor 75. Nee, heb je niet gezien. Dus 200 samen. Dus ik heb er geen haast mee. Ik heb een auto die kost maar 100 euro tegen belasting per maand. Dus dat is bij jullie goedkoper dan. Ja. Ja, man. Die stand hier op. Nee, dat zie ik. Eén keer die punt maken, hè. Dat gaat punt geven. Je moet het zo doen. Vierkantig. Die punt begint te maken, dat gaat verslepen. Nee, deze is goed. Deze is goed. Maar deze moet je punt. Nee, 200. 150 kan ik geven. Nee. Dat jij weten. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat is... Dat is te ver gaan. Dat is alleen misschien voor de onderdelen nog handig, maar de kader ben ik niet goed. Nee, helaas. Het moet zo werken, het moet ook weer zo gaan. Dus. Morgen zou ook weer komen. Ik kan alleen maar om 12 uur. Dus. Dat je de andere kopen voor 75 euro een oude oma fiets. Zoals mijn zoon. Dit is dan voor 75 euro. Als je dat bij die koopt, is het nog altijd een racefiets. Ja,
samen op de bed. Ja, maar dat is niet goed. Dat is niet goed, man. Weet je wat dat kost voor zo'n een goede staat? Dat is een echte prima gallo, hè. Ja. Weet je, dus er zijn die willen het kopen. En dan betalen ze verzendkosten, maar dan moet ik verzenden. Tot nu toe doe ik dat niet. Maar als het zo doorgaat, dan verzend ik het toch. Dan breng ik het naar TNT. Dat hebben ze een jaar geleden ook te koop gehad. Toen kwam er een keel die begon ze helemaal af te kraken. Toen zei hij, het is allemaal uit de tijd, het is carbon. Ik zeg, ja, wat kom je dan kijken? Je ziet toch dat het een aluminium fiets is. Die kwam dan uit Eindhoven, had hij voor niks gereden. Ik weet dat 200 euro een goede prijs is. Als ik ze daarvoor zet, weet ik dat ik ze binnen een paar dagen kwijt ben. Ja, pas op. Nee. De staat maakt uit, snap je? Ik kan nooit bieden op foto's. Mensen zeggen allemaal bieden op foto's, maar ik bied niet. Nee, maar ik heb ze ook gefilmd. Ik bied niet op foto's, ik moet komen kijken, ik moet dat zien. Dat is zo, dat is ook met daten. Er stond op foto's veel mooier. Dat is spijtig, dat standwiel naar dingen, dat is niet anders. Nee, ik heb ook gezien wat andere vragen voor deze. Dus, ja, maar ik kijk... Ik heb gezien dat ze 450 vragen. Nee, dat krijg je nooit. Nee. Mijn vorige was gewoon iets kleiner. In de stopstaat heb ik voor, ik ga dat niet helemaal iets zeggen, 250, maar die had volledig kamp op de lodge. Dit is Avanti, dat is iets goedkoper. Hè. Ja. Snap je? Ik ga niet zeggen dat die niet slecht is, dat is ook goed, maar. Maar de prijs is 200. Dus. Jij bent de eerste, dus die de kans heeft. Maar het moet zo gaan, joh. Dus denk over na. Ik zet het nu voor samen, 200, en ik weet dat ik dat krijg, dus dat krijg ik gewoon. Dan zijn we te bus als ze komen me halen. Ja. En die weeg je alleen? 125. Het kan ook zijn dat ik ze vanavond al kwijt ben. Er was ook eentje die wou komen. Dan moet ik ze meenemen met hun met de bus. Dat is maar 5 uur. Dat is geen verkoperspraatje, want ik kan je de mail laten zien. Er is ontzettend veel reacties op. Ik ken alleen niet vaak. Dat is het probleem. Het staat ook in mijn ouders huis. Ik woon hier niet. Dus dat is gewoon op afspraak. Maar ik kan ze vanavond meenemen, die persoon die wou ze zogenaamd hebben. Het kan ook zijn dat die komt en ze afkijkt. Maar als iemand ze afkijkt, dan ben ik binnen... Nee, jij blijft fatsoenlijk. Maar er zijn erbij... Ze zijn zo, daar kun je niks meer van... Zo zijn ze. Er zijn erbij die kraken af van dat... Nee. De fietsen zijn nu in die staat, zo in de lijn. Ik moet er alleen maar beter van maken. Dan moet ik... En het redelijke blijven natuurlijk, snap je? Ja. Ik ga geen fiets opmaken waar ik daar 500 euro in ga steken. En dat je dan maar 400 opbrengt, dat ga ik niet vinden. Dat gaat niemand vinden. Dat ga je ook niet vinden. Mijn broer wel, met zijn Volkswagen. Ja, dat is anders. Dat is misschien een hobby. Daar is hij aan gehecht. 900 euro uitgegeven, de auto is nu 400 waard. Maar ja, hij rijdt goed. Ja, als je er meer rijdt, is goed. Ja. En voor eigen gaat gebruiken, oké. Okay. Maar je, zoals je ziet, ik kan maar op één fiets zijn. Ja. Is goed, maar ik ga nu. Dus... Ja, je zit niet van de prijs af, je hoort niet onderhandelen. Nee. Ik heb heel vaak dat bod gehad. En als ik verzend, betalen ze de verzendkosten. En dan komen ze niet kijken, dan vertrouwen ze op de foto. Ja, maar met verzenden heb ik de prijs. Ja, maar als je de prijs, maar ze blokkeren het geld op je ontvangst. Dan PayPal, hè? Nee, PayPal doe ik niet. Western Union doe ik niet, MoneyGram doe ik niet, nee. Nee, gewoon via ING. Mensen die verzenden zijn, die doen via PayPal. Nee, maar ik niet. Ik niemand gaat die zomaar geld overgeven. Ja, nee, voor een fiets doen ze dat wel. Ik breng ze terug, hè. Ja, moet ik dat niet maken? Ja, kan. Ja, ik kan ze ook meenemen naar jou. Doe maar. Ja, dan neem ik ze mee naar jou. Goed. Ja, bedankt voor je moeite, hè. Laatste bod, 175. Nee, dat is te weinig. Hoi!
Er komt eentje bij jou ook voor de fiets, maar die komt vanavond. Ja. Hé, hey. Hij wil 175 keer, maar het zijn hele dure fietsen. Dit zijn hele dure fietsen, ja. Maar het is een hondelaar. Nee, die denken dat je dan op het laatste moment ja zegt. Maar dat doe ik niet. Maar er is een container geleen en er is een in elkaar getrapte fiets. Ja, maar die werkt altijd fietsen. Dit, ja. Oh. Dit zijn Ferraris, hè, ja, onder de fietsen. Oh. Oh. Jij bent de kanarie onder de vrouwen. Ja, je kan niet door, dus. Ja, links. Oh, een Marokkaan. Ja. Ga je maar rechtdoor, hè. En de erft willen ze het verkopen. Links. Wat vind ik beter, een appel en een ei of een peer en een erft? Voor een tuinboon en een komkommer willen ze het kopen. Links, 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 links. Rechts en dan links, hè? Heeft hij voor niks gereden en dat vindt de Marokkaan natuurlijk wel erg. Ja, maar hij is ook links. Links. Volgens mij rijdt hij daar achter.